Lorenzo, het is nu. Lorenzo is geadopteerd. Hij komt uit Zuid-Amerika. Hij groeit op in een Nederlands gezin en hij wil zo ontzettend graag een Nederlander zijn. Zo ontzettend graag dat hij uiteindelijk besluit om in het leger te gaan. Hij wordt uitgestuurd naar Afghanistan. Hij vecht daar en hij maakt een enorm bermbom-incident mee. Met een PTSS-syndroom keert hij terug naar Nederland en alles in zijn hoofd brandt. Overmand door die emoties en niet goed wetend hoe hij verder moet leven, begint het leven hem te bedreigen. Is hij vreemdeling? Is hij Nederlander? Waarom kijken al die mensen zo ontzettend naar hem? Wat willen ze van hem? Willen ze hem weg hebben? Maar hij wil blijven. Hij wil een mens zijn en hij wil vooral een Nederlander zijn. Een Drent. Hij wil hier wonen. Hier blijven. Die emoties lopen hoog op. Tot het een dramatische wending neemt. Kiest u voor Lorenzo?